Welkom bij de toelichting over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen. Van 21 augustus tot en met 19 oktober loopt de publieke raadpleging over de startnota. Deze presentatie belicht het doel van het globale plan en de doelstellingen per deelgebied en geeft aan hoe te reageren tijdens de publieke raadpleging. De Vlaamse regering keurde op 17 juli de startnota goed voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg GRUP, afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen. Het plangebied bevat delen van Mechelen, Sint-Kathelijne-Waver en Zemst. Van 21 augustus tot en met 19 oktober loopt de publieke raadpleging over de startnota. Tijdens deze periode kan iedereen reacties indienen op de startnota. We leggen verder uit hoe dat kan. In 2008 werd al een GRUP goedgekeurd voor de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Mechelen. Omdat een planner, dat is een milieueffectenstudie, ontbrak, werd besloten de procedure van het GRUP te hervatten en daarbij expliciet aandacht te besteden aan duurzame mobiliteit. Het GRUP dat nu opstart herneemt delen van het GRUP van 2008. Het bestaat uit 11 deelgebieden. Twee van deze gebieden zijn nieuw toegevoegd, signaalgebied Barenbeek en Beekvallei Vrouwvliet. Gezien de lange looptijd van het planningsproces is voor een aantal deelgebieden intussen al bepaald hoe de ontwikkeling eruit kan zien. Soms is deze bestemming ook al gerealiseerd. Het planproces en het milieuonderzoek houden hier rekening mee. Tijdens de publieke raadpleging kan iedereen reageren op de inhoud van de startnota. De startnota omschrijft de aanleiding en historiek, de doelstelling van het globale plan en de doelstellingen per deelgebied. De scoping omschrijft de aanpak van het onderzoek naar milieueffecten en de veiligheidsrapportering verwijst naar het bestaande veiligheidsrapport. Iedereen kan reageren op de inhoud van de startnota. Daarnaast is er ook een procesnota. Die beschrijft de aanpak van het proces in elke fase. De procesnota is een informatief document. Ze wordt in de loop van het planningsproces regelmatig geactualiseerd. Waarom maakt de Vlaamse overheid dit uitvoeringsplan op? Mechelen is in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen aangeduid als regionaal stedelijk gebied. Het plan creëert ruimte voor een stedelijk beleid met bedrijvigheid, wonen en andere stedelijke functies. Het zet ook sterk in op ruimte voor groen en water en duurzame vormen van stedelijke mobiliteit. Een GRUP of een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan legt de toekomstige bestemmingen en voorschriften van het gebied vast op perceelsniveau. Dit betekent dat juridische mogelijkheden, wat al dan niet toegelaten is op de percelen, kan wijzigen ten opzichte van het huidige gewestplan. Enkel in Mechelen, Sint-Kathelijne-Waver en Zemst worden bestemmingswijzigingen onderzocht. Een kwalitatieve leefomgeving betekent stedelijke groene ruimtes, natuur en bos en ruimte voor water, met zorg voor stedelijke landbouw, duurzame mobiliteit via verkeersluwe wijken, mobiliteitsplannen, parkeernormering, versterken van het netwerk voor trage weggebruikers, de fiets- en wandelpaden, en faciliteiten zoals rustplaatsen, kwalitatieve fietsenstallingen, een fietspomp of oplaadplaats voor e-bikes. Nieuwe bedrijvigheid op goed gelegen locaties en ruimte voor kleinschalige economische activiteiten op buurtniveau. Een duurzaam woonaanbod via verdichting en nieuwe ontwikkelingen op goed gelegen locaties en met meerdere woningtypes, groen en publieke ruimte. Ten slotte biedt het stedelijk gebied ook voorzieningen voor de ruimere regio, bijvoorbeeld voor toerisme en recreatie. Het plan bestaat uit 11 deelgebieden. De startnota beschrijft de doelstellingen per deelgebied. De 11 deelgebieden zijn aangeduid op de kaart. Signaalgebied Barenbeek, gebied 3, en Beekvallei Vrouwvliet, gebied 4, op de kaart oranje gearceerd, zijn nieuw toegevoegd ten opzichte van het GRUP van 2008. We overlopen de doelstellingen voor elk deelgebied. Stadsbos Kouwendaal.
Het kaartje bovenaan toont telkens de ligging van het deelgebied. De onderste kaart toont de omtrek. De doelstellingen voor dit deelgebied: het park behouden en het bosgebied uitbreiden. De Otterbeek landschappelijk integreren. Zachte recreatie met ruimte voor onthaalinfrastructuur, jeugdinfrastructuur en het bestaande woonwagenterrein. De spoorlijn en R6 landschappelijk integreren. Aansluiting op het netwerk voor langzaam verkeer met de fietsostrade, het fietspad langs Vrouwvliet en fijnmazigere aansluitingen met faciliteiten voor trage weggebruikers en een beperkt aantal parkeerplaatsen aan de rand van het gebied. Open ruimte gebied Stuivenberg. De doelstellingen voor dit deelgebied: realisatie van een open ruimte gebied tussen Kanaal, Vrijbroek, Park en Zennevallei, met veel bos en met zorg voor de aanwezige landbouwactiviteiten. Zachte recreatie met onthaal- en jeugdinfrastructuur. Aansluiting op het netwerk voor langzaam verkeer, de fiets- en wandelpaden, met faciliteiten voor trage weggebruikers en een beperkt aantal parkeerplaatsen aan de rand van het gebied. Signaalgebied Barenbeek. Signaalgebieden zijn gebieden met een harde bestemming op het gewestplan, zoals wonen of industrie, die nog niet ontwikkeld zijn en die een rol kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast, omdat ze kunnen overstromen of als een natuurlijke spons werken. De Barenbeekvallei, die aansluit bij het domein Plankendaal, is zo'n signaalgebied. De vallei verbindt de Zenne en de Deilen. De doelstellingen voor dit deelgebied: een open ruimtegebied met een inrichting als een onverharde groene ruimte en ruimte voor water- en waterberging. Beekvallei Vrouwvliet. De Vrouwvlietvallei is een belangrijke groene en natte ader voor de omgeving. De doelstellingen voor dit deelgebied: het bestaande waardevol bosgebied behouden. Op het gewestplan heeft dit de bestemming wonen. Ruimte creëren voor de Beekvallei. Bedrijventerrein voor agro-industrie en agrarische bedrijvenzone Veiling Zuid. Dit gebied sluit aan op de veiling in Sint-Katelijne-Waver en is erg versnipperd. De doelstellingen voor dit deelgebied: het noordelijk deel is ingericht voor agro-industrie. In het zuidelijk deel kan grootschalige serrebouw uitbreiden. Vergunde zonevreemde activiteiten blijven behouden. Ecologische en landschappelijke maatregelen, zoals het vrijwaren van de Otterbeek en Fortloop en buffering naar de omliggende woningen. Aansluiting op het netwerk voor langzaam verkeer, de fiets- en wandelpaden, met faciliteiten voor trage weggebruikers, duurzame mobiliteit ondersteunen via bijvoorbeeld gedeelde parkeerplaatsen, een gebundelde ontsluiting naar de R6, aandacht voor vrachtwagenparkeren of verkeersgeleiding. Kleinhandelszone Brusselse Steenweg. De zone voor grootschalige kleinhandel is gerealiseerd. Hier zijn onder meer Auto 5, Brico en Carrefour gevestigd. Buffering van de activiteiten naar de aanpalende woonwijk. Stedelijk woongebied Kantvelde. Dit deelgebied heeft potentie voor de ontwikkeling van 360 tot 400 wooneenheden in verschillende woontypes rond een centraal en gemeenschappelijk groengebied. Met wijkondersteunende functies zoals bijvoorbeeld een buurtwinkel, onthaalhouder of kapper. Ruimte voor groen en water, met mogelijkheden voor zachte recreatie. De wijk krijgt een autoluwe inrichting, met aandacht voor duurzame mobiliteit en een kwalitatieve fietsverbinding naar het centrum. Stadsbos en woongebied Geerdegem. De doelstellingen voor dit gebied: de ontwikkeling van 55 tot 70 wooneenheden aan de rand van het gebied. Het bestaande bos versterken met ruimte voor zachte recreatie en jeugdinfrastructuur. De wijk krijgt een autoluwe inrichting met aandacht voor duurzame mobiliteit en aansluiting op het netwerk voor langzaam verkeer, de fiets- en wandelpaden. Stedelijk woongebied Maanhovenvelden. De doelstellingen voor dit gebied: de ontwikkeling van maximum 440 wooneenheden met verschillende woningtypes.
Wijkondersteunende functies zoals bijvoorbeeld een buurtwinkel, onthaalhouder of kapper. Ruimte voor bos en water met een inrichting als publieke plek. De wijk krijgt een autoluwe inrichting met aandacht voor duurzame mobiliteit en aansluiting op het fiets- en wandelpadennetwerk. Gemengde stedelijke ontwikkeling R6 Zuid-Otterbeek. De doelstellingen voor dit gebied. Het ziekenhuis is operationeel. Een woonzorgcentrum is in opbouw. Er is nog ruimte voor aanvullende activiteiten. Een autoluwe ontwikkeling van 20 tot 40 wooneenheden aansluitend op de woonwijk aan het zuidelijk deel van de Lierse Steenweg. De bossen in het zuiden van het gebied versterken als verbinding tussen Kouwendaal en Tivoli. Aandacht voor duurzame mobiliteit en aansluiting op het fiets- en wandelpadennetwerk. Toeristisch-recreatief gebied Technopolis. Technopolis uitbreiden en een zwemcomplex realiseren. Buffering van de activiteiten naar de woningen in de Zemstbaan. Ruimte voor groen- en waterberging. En aansluiting op het fiets- en wandelpadennetwerk. Aandacht voor duurzame mobiliteit met gedeeld parkeren. De opmaak van een mobiliteitsplan. De startnota omschrijft hoe het milieuonderzoek zal gebeuren. Het onderzoek naar de milieueffecten loopt via een planmer of voluit een plan milieueffectenrapport. Het planmer onderzoekt de mogelijke effecten van de voorgestelde bestemmingen en voorschriften, zowel de effecten binnen het onderzoeksgebied als de effecten op de omgeving worden bekeken. Waar nodig worden milderende maatregelen voorgesteld. In een volgende stap wordt de scopingnota opgemaakt. Deze nota beschrijft de milieueffecten die onderzocht moeten worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Hoe kan u reageren tijdens de publieke raadpleging? Van 21 augustus tot en met 19 oktober 2020 loopt de publieke raadpleging over de startnota. Tijdens deze periode ligt de startnota ter inzage en kan iedereen schriftelijk reageren. Na de publieke raadpleging worden de adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie. De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Deze nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerpgroep starten. Na de publieke raadpleging die nu loopt, is de volgende stap waarin de burger kan reageren het openbaar onderzoek over het ontwerpgroep. Waar kan u de documenten in kijken? Alle documenten staan op de website van de Vlaamse overheid. Wie inhoudelijke vragen heeft, kan contact nemen met de Vlaamse overheid, departement omgeving, via mail of telefoon. Inzage van de documenten kan bij de gemeenten. Omwille van de coronamaatregelen kan dit alleen op afspraak. Indien de coronamaatregelen toelaten, worden twee informatiemarkten georganiseerd. Op woensdag 16 september in Mechelen en op woensdag 23 september in Sint-Katelijne-Waver. Om dit veilig te laten verlopen, is inschrijven voor een datum en tijdslot verplicht. Dit kan via de website of het telefoonnummer van de Vlaamse overheid. Een inspraakreactie moet schriftelijk ingediend worden. Dat kan als volgt. Via digitaal invulformulier op de website van de Vlaamse overheid. Of een brief sturen naar Departement Omgeving, afdeling GOP, Koning Albert II-laan 20 bus 7 in Duizend Brussel. Of een brief afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeente. Dit kan in de gemeenten Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst. Ook dit kan momenteel alleen op afspraak. We hopen dat deze toelichting u helpt bij het doornemen van de documenten en, indien u dat wenst, het formuleren van een inspraakreactie. Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden we die graag.